In deze video ga ik je uitleggen hoe je vanuit je Twitter-profiel meer bezoekers kunt krijgen naar je website. Nou, zal het je hele business naar het volgende niveau trekken? Misschien niet. Alleen kan het ervoor zorgen dat je een keer extra uit eten kunt gaan of misschien een extra vakantie, afhankelijk natuurlijk van hoe actief je op Twitter bent en wat je businessmodel is. Misschien wel. Het is een klein ding en vaak zijn het de kleine dingen die tellen. Dus als je kijkt naar mijn profiel, dus klik even op mijn eigen naam, dan zie je mijn profiel: ondernemer, marathons lopen, imperium bouwen, reizen, eten, sporten, drinken, familie, vrienden, knallen met die ballen, gratis tips ontvangen, klik hieronder. En dat is eigenlijk de simpele tip die ik je nu wil geven. Zorg ervoor dat er een call to action is in jouw profiel, in de omschrijving van jou als persoon op Twitter. En zeg ook daadwerkelijk wat ze moeten doen. Dus wat ik zeg is klik hieronder. Oh, ik zal dus selecteren. Nou, dat lukt dan niet, maakt het niet uit. Maar klik hieronder. Nou, ik blijf het proberen, maar het lukt niet. Dus als je daarop klikt, dan ga je natuurlijk naar winst.nl, naar mijn website. En wat jij kunt doen, heel simpel, je hebt hier een beperkte ruimte om je ding te doen, om te zeggen wie je bent. En zorg ervoor dat er een call to action is waarin je zegt van oké, klik op deze link om en dan ja, een voordeel. Nou, bij mij is het gratis tips ontvangen. En klein dingetje heb je echt in 2 minuten aangepast. En dat zal je absoluut meer bezoekers gaan geven. Zal het nogmaals ervoor zorgen dat je business echt 1 miljoen extra gaat doen aankomend jaar? Zeker niet. Maar het zijn nogmaals die kleine dingen die je doet. Nou, hoe doe je dat? Even snel, heel simpel. Dat weet je misschien zelf ook al. Je gaat klikt op het poppetje hierboven. Je klikt op instellingen. Als je daarop hebt geklikt, dan ga je naar profiel. Heel logisch ook. En vervolgens vul je het hierin. Pas je het hier aan. En klik je hoogstwaarschijnlijk op opslaan. Ja, wijzigingen opslaan. En dan hatsaflats staat het in je Twitter-account. En dan ga je meer traffic krijgen vanuit Twitter. Zo simpel is het. Maar nogmaals, het zijn de kleine dingen die je doet.